Helemaal leuk dat je weer kijkt naar Fem. Ik ga vandaag laten zien hoe ik deze chai tea latte maak. En voor de mensen die niet weten wat een chai tea latte is. Een chai tea latte is een soort thee en melk gemixt, zeg maar. Ja, het is een heel apart smaakje met wat kruid erin en het is onwijs lekker. Het is bijvoorbeeld bij de Starbucks, bij de Costa en allemaal van dat soort winkels. Zeg maar een homemade versie en een iets makkelijkere versie. Hij zal waarschijnlijk wel anders smaken en hij zal misschien niet zo lekker zijn. Maar nou ja, gewoon voor een homemade versie is dit prima te doen. Het is heel makkelijk om te maken. Ik vind het zelf heel erg lekker. En laten we maar gewoon gelijk beginnen. Voor thee gebruik ik zwarte thee. Ik gebruik cardamom. En als je dan uit dat potje haalt, ziet het er zo uit. Je kan kaneel gebruiken, kaneelstokjes of kaneelpoeder. Kruidnagel. En gemberpoeder. Nou, ik doe alles in een zeefje, dus de thee met de cardamom, met de kruidnagel, met de gemberpoeder. Dat roer ik dan een beetje door elkaar. Je kan het een beetje op jouw smaak proberen te doen. Zorg er wel voor dat de thee zeg maar het overheersende is. De thee moet wel echt het meeste zijn. Vervolgens schenk je melk in een glas. En de allersnelste manier is om hem in de magnetron te doen. Je kan hem ook koken, maar de magnetron is net wat sneller. Als je dat hebt gedaan, doe je het zeefje met de kruiden en de thee in je melk en laat je het een paar minuten staan, zodat het kan intrekken. Als je dat hebt gedaan, kan je het mengsel eigenlijk in de melkschuimer doen en dan ben je al klaar. Maar er is ook een trucje als je geen melkschuim hebt, net als ik. Wat je doet, het mengsel dat doe je in een potje dat dicht kan. Bijvoorbeeld een jampotje of een potje van augurk of iets dergelijks. Nou, je vult hem niet helemaal met het mengsel en gaat hem daarna mixen. En let maar op, nu krijg je eigenlijk gewoon een soort melkschuim. Kijk, dat krijg je dit. Echt een superhandig trucje, heel grappig. Nou, het werkt wel heel goed. Een groot glas, een grote mok vind ik altijd heel erg leuk. Doe er wat kaneel over en dan ben je klaar, dan kan je hem opdrinken. Was het dan? Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen en dan zie ik je volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Doei! Leuk, dus mocht je benieuwd zijn hoe ik ze heb gemaakt, blijf dan vooral kijken. Ik ga vandaag beginnen met...